kunst en culinair, het kan heel mooi bij elkaar passen. Vandaag ben ik in Heusden, want ik ga een nieuwe kunstenaar ontmoeten. Clemens heet hij, en dat moet deze mooie man zijn. Dag Clemens. En Gerard weer, ik kom er even bij zitten. Jullie zitten natuurlijk al Bourgondisch in Brabant aan de drank zo 's ochtends. Clemens, Heusden, jij hoort bij Heusden? Ja, ik woon hier al 15 jaar en ik vind het geweldig om hier te wonen. Ja, een soort vakantiegevoel. Een eeuwigdurend vakantiegevoel. Ja. Ook wel een mooie omgeving voor een kunstenaar om te werken. Ja, dat inspireert. Veel mensen, veel nieuwe ideeën. Het leuke is dat Clemens heeft ook nog een galerie hier in Heusden, dus daar kunnen we ook nog even kijken. Oh, dat vind ik helemaal spannend natuurlijk. Ja. Uniek. Nou, proost even mee. Goed, proost. Restaurant In den Verdwaalde Kogel en kunstenaar Clemens Briels zijn een bijzonder stel waarin schilder en culinaire kunst samenvloeien. Vinden de gasten ook dat het eten misschien lekkerder smaakt op die fleurige borden? Het oog wil natuurlijk ook wat. En door die mooie kleuren op dat bord krijg je vanzelf wel trek natuurlijk. Wat een mooie omgeving zeg. En prachtige beelden. Ja. Dit is ook... Dit is polyester. Ja. En zo heb ik er op dit moment een stuk of 10. Fantastisch. Oké, ik ben benieuwd naar de schilderijen. Ja, ik ben official artist op de Olympic Winter Games geweest in Salt Lake City in 2002. Dus dat heeft me enorm veel publiciteit opgeleverd in Amerika. Ik ben aan ABC geweest, aan CNN, aan CBS, elk televisiestation in Amerika. Daar is mijn werk vertoond. En daar komt dit dan weer uit voort. En uw werken hangen overal in de wereld, neem ik aan? Ja, van heel Amerika tot Dubai, Shanghai, in een museum, Frankrijk, Scandinavië, over een maand in Polen. Oké. Ja. Zo, op weg naar het atelier. Ik ben naar het atelier, maar ik laat eerst nog even dit zien. Ik ben bezig met het ontwerpen en het produceren van tassen. Een soort travel bag, zo groot ongeveer. Ik zie hetzelfde weer terugkomen, ja, he, het thema. Ja, natuurlijk. Dat is mijn signatuur. Ja. En sinds kort ben ik bezig met Fred Stoet, die in de PCO staat, aan de productie van brillen. Leuk. Dat is heel recent. Ik heb dit ontwerp net 2 weken geleden gemaakt en volgende week komt Fred weer... Zet hem eens op. Dat is natuurlijk... Nou, ik vind dat u ook een hele leuke bril hebt, maar dan vind ik deze nog mooier natuurlijk. Even kijken hoor. Oh ja. Het was hier prima, ja. Ik durf het bijna niet te vragen, maar meneer Briels, zou ik misschien ook even een stukje mogen? Ik zei daar. Oh. Godverdorie. Maar er zit ook niet echt. Ik zeg hier en hij doet het daar.